Ja, toen zitten we hier dan, beste volgers. We hebben een probleem met onze machine. Het is kapot. De aandrijfassen zijn losgegaan. En dan moeten we even nieuwe bout in gaan zetten. Het zit er niet anders op. Dat gaan we zo maar even doen. Samen met mijn collega. Er staat zoveel kracht op. Gewoon afgebroken. Dus we gaan zo die stang weer, deze stang weer, monteren hierop. En die moet even eraf halen en dan gaan we die ook weer monteren daarop. En dan kunnen we weer voort. Dus één bout afgebroken, zoals we zien. En dat is hier ook het geval. Dus die gaan we verwijderen en weer aanzetten. Vier nieuwe bouten erin. En die gaan we wegdraaien. De collega gaat er nu aandraaien. En dan wordt er eens nieuw, hè. Als nieuw wordt die. Goedemiddag volgers, dan zitten we dan lekker in het zonnetje, tussen de middag. Je zag het al, twee waterscooters voorbij. Het wordt heel mooi weer en dan komen ze weer voor een dag, de mannen. Dan zit hij altijd heel erg goed. We gaan vanmiddag nog even een cultureel rondje maken door Krimpel naar IJsselmijn. Ik ben vanmiddag om 4 uur klaar met werken en dan heb ik nog wat tijd over. Dus dan gaan we even naar Krimpel naar IJsselmijn, ik heb nog wat leuke dingen om te laten zien in Krimpel. Dus, dan zie je daar ook nog wat van. Het is Krimpel-IJssel is mijn waar ik opgegroeid ben. Ik heb er jaren gewoond. En ken elk stukje van Krimpel ken ik wel, onderhand. De nieuwe bouwen daar niet, maar het oude gedeelte waar ik zat, wel. En er zijn heel veel leuke bezienswaardigheden. Dus dan ga ik daar eens even kijken vanmiddag. En dan gaan we er eens even over praten. Dus, nou bedankt. Kijk, ik ga nou even lekker genieten van het mooie weer. Ik spreek. Het is schitterend. Zoals je ziet, we zitten weer op ons vertrouwde plekje. Nou, de zon is ook lekker zo. Nou, daar hebben we de veerpont. En ik zou zeggen, we gaan het met een verder filmen. Nou, er komt nog een mooie, prachtige boot aanvaren. Die gaan wij dan even op de film zetten. Rijkswaterstaatboot, vol speed. Hij houdt zich er nu weer in. Ik denk dat het Rijkswaterstaat. Nou, hebben we die nog even meegenomen. Beste volgers. We staan hier ook in Krimpel naar IJssel. Bij een heel oude begraafplaats. Die begraafplaats is uit 1828. Dat is een oudste begraafplaats van Krimpel naar IJssel. Hier liggen een aantal mensen begraven, er zijn niet zoveel, maar er zijn al een aantal paaltjes hier ook, ik wil even laten zien.
En was dit vroeger? Oude begraafplaats IJsseldijk. Nou ging het vroeger het verhaal dat hier een kelder was, een grafkelder. En die was er een stel vriendengroep en die had tegen iemand gezegd dat er in een van die grafkelders goud lag. En toen op vrijdagavond zou dan de grafkelder open zijn, maar dan moest het luchten om het vocht uit te krijgen. Dus dan zou er s'nachts vrijdag tot zaterdagochtend zou het open zijn. En dan konden de mensen, ja, dus dan kun je, nou, je slag slaan en dan zit er goud in. Als je dat goud er uithaalt, kun je het verkopen. Nou, die ene kerel was helemaal enthousiast natuurlijk. Die dacht van, nou, dat is het kaarsje, dat gaan we doen. Dus hij zegt, dat gaan we doen natuurlijk. Dus hij is s'avonds laat, dacht hij van, nou, dan ga ik vrijdagavond laat en dan ga ik dat goud eruit halen. Maar die vrienden, er stonden hier allemaal nog bosjes en struiken, maar die zijn nu allemaal weg. Maar toen de tijd, in mijn tijd, stonden er allemaal bosjes. En die vrienden die hadden witte lakens over de hoofd heen gedaan en die zat in de bosjes te wachten tot die gozer kwam natuurlijk. Dat was natuurlijk een geintje, dat was natuurlijk helemaal niet waar. Dus, het was wachten en ja hoor, dan kwam hij aan op zijn fietsje. Hij had 3 keer rondgereden en hij zette zijn fietsje tegen de boom. En hij ging heel zachtjes die begraafplaats op zijn knieën. Naar die ingang, maar ja, er zat natuurlijk een groot slot op. Dat was natuurlijk niet waar. En terwijl hij zat te kijken naar de slot, konden die gasten uit de bosjes rennen met witte lakens over het hoofd. En die renden zo naar die gozer toe. Nou, die gozer die dacht dat hij erin bleef. Die schrok zich helemaal het apenlazers. Die ging rennen. Ja, dat was gewoon een pure grap. En dat verhaal ging altijd hier ook. Dat weet ik. Want het is hier dat er een kelder is, dat klopt. Dat is een ding wat zeker is. Dus, maar dit is helemaal gerestaureerd. Het is een prachtige. Ja, dat gietijzer. Ik heb hier al. Langs hem meegaat, misschien dat je dan kan lezen. Je kan natuurlijk zelf wel de stop zetten en dichterbij halen. Deze mensen liggen hier nog begraven. Kun je zien dat het heel oud is. Ik heb begrepen dat er nog een zusje van mijn oma hier ook moet nog liggen. Maar... dus dat is het begraafplaats. Ik dacht, ik laat jullie dat even zien. Dat vind ik wel interessant. Ik hou wel van die oude dingen. Dus, we gaan nu naar het volgende project van iets ouds in Krimpelhuis. Ik maak er een aantal, ik heb er al veel tijd over. Dus, tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Vind je het nou leuk? Abonneer dan op mijn kanaal. En dan duimpje omhoog. Of, vertel al verder. En dan vind ik het leuk. Tot ziens. Bedankt.